De CARICOM jeugdambassadeurs hebben vandaag een telethon georganiseerd op het Vijandsplein. De inkomsten van deze inzamelingsactie zijn bedoeld voor de slachtoffers van orkaan Dorian die de Bahama's onlangs heeft getroffen. Dat zegt CARICOM jeugdambassadeur Georgette Grootvaan. De inzamelingsactie is gehouden in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het NCCR. Grootvaan zegt dat zij als CARICOM jeugdambassadeurs van Suriname zich genoodzaakt voelden om iets te doen voor de Bahama's. Wij verwachten minimaal 3000 SRD te verzamelen, omdat we als CARICOM jeugdambassadeursprogramma toch wel ook vanuit de Surinaamse jeugd een bijdrage willen doen naar de Bahama's. Verder nog zijn we bezig om te kijken om het via het CEDIMA te doen. Dat is de organisatie van het CARICOM gebeuren. Dat de gelden via het NCCR worden gestort naar de rekening van de Bahama's. We willen zo transparant mogelijk te werk gaan. Vandaar dat we ook met bussen hebben gewerkt en ook met het NCCR. Er is vorige week ook een container geweest naar de Bahama's. Waaronder met een aantal spullen, kleren, water, want water hebben ze nodig. Zoals we weten heeft die orkaan een hele week daar ravage aangebracht. En wat eigenlijk heel erg te betreuren is. En als de dien van het CARICOM jeugdambassadeursprogramma denk ik dat wij als Suriname de eerste stap moeten nemen om een helpende hand te bieden naar ons CARICOM land. Georgette Grootvaam, CARICOM jeugdambassadeur, Youth Officer Damian Pansa vindt het een goed initiatief om andere CARICOM landen in nood te helpen. Hij is van mening dat we samen sterker staan. We moeten elkaar kunnen helpen waar het kan. En ik vind het heel goed om een samenactie om het te doen, zodat we die anderen ook kunnen helpen. Hoe is het tot nu toe? U bent er vanaf vanmorgen, neem ik aan. En hoe is de aanloop? Wel, tot nu toe is het goed gegaan. We hebben 3 boksen en 3 van onze leden zijn gaan lopen in de binnenstad. En het is tot nu toe goed gegaan. Aldus Youth Officer Damian Pansa. De telethon van vandaag was slechts bedoeld om geld in te zamelen, omdat het niet zeker is of er nog een container met goederen vertrekt naar de Bahama's.